allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een leuke herfst DIY voor jullie. En ik heb dit gemaakt terwijl de zon scheen, dat was wel fijn. Maar je kunt het natuurlijk ook binnen maken, lekker warm voor de verwarming. Ik ga pompoenen maken. En dit zijn kunststof pompoentjes van Xenos voor €1,99. Deze primer had ik al, deze is van Action, ik weet niet meer wat deze kost. En de bloemetjes zijn het nieuw, die zijn ook bij Action tussen de 50 cent en 3 euro. Dan heb ik acrylverf, dit heb ik altijd in huis van het merk Amsterdam. Maar de witte fles die je ziet liggen, die is van Action. Let's go! Ik ga eerst de pompoenen helemaal insprayen met primer. Dit kun je natuurlijk niet binnen doen, maar misschien wel even gauw buiten en dan daarna binnen laten drogen. En dit is omdat de verf dan beter pakt op de gladde ondergrond. Als het droog is, ga ik beginnen met verven. En ik gebruik hier paars. En ik doe er een klein beetje wit mee in. Deze is trouwens dus van de Action. En dat doe ik zodat de kleur ietsje zachter wordt. En dan kun je gewoon beginnen. En ik heb best wel een dikke kwast, zodat je niet te lang bezig bent met zo'n grote oppervlakte. Maar eerst goed mengen, anders krijg je heel veel strepen. Ik begin aan de onderkant, zodat ik hem mooi vast kan houden aan het steeltje. En het steeltje verf ik ook niet mee in deze kleur, want die krijgen een ander kleurtje. Naast paars natuurlijk ook een roze. Een hele mooie knalblauw. Ook groen komt er nog bij. En als laatste een gele. Zo, even laten drogen. En dan ga ik later weer verder, maar dat doe ik lekker binnen. Zo, we zijn weer binnen en ik ga er iets op schilderen. Ik heb daar zwart voor en dit zijn de voorbeeldtekeningen. Ik ga namelijk gezichtjes maken op de pompoentjes. Hier gebruik ik eigenlijk een beetje een te dik penseel, dus ik pak voor de volgende een iets kleiner penseeltje. Bij deze pompoen maak ik kleine schattige wimpertjes. De langste doe je aan de buitenkant en de kortste wat meer naar binnen. Hier maak ik een echt oogje en het andere oogje staat als knipoog. En hier ging het een klein beetje mis, want mijn mondje schoot uit. En ja, dan kun je wel weer helemaal opnieuw beginnen met geel, maar ik heb er gewoon een tongetje van gemaakt. Rood en wit. Het wordt roze. Waarvoor? Let op. Wangetjes.
laatste beetje verven en dit is goud. En dit wordt de kleur van de steeltjes van de pompoentjes. Dit hoeft echt niet super netjes. Geen enkel steeltje van een pompoen is hetzelfde. Ook niet het kruintje bovenop. Tada! Nu goed laten drogen, want ik ga ze straks nog versieren met... bloemetjes. En deze ga ik lijmen op de pompoentjes met een lijmpistool. Mocht je dit na willen doen, vraag dan altijd je ouder of een volwassene erbij, want dit wordt echt heel heet. De blaadjes en de bloemetjes kun je gewoon van de bosjes bloemen en de steeltjes afplukken. En daarna kun je ze plakken. Soms kun je het uiteinde van de blaadjes nog een beetje extra lijmen, zodat ze niet omhoog steken. En als het bloemetje een steeltje er nog aan heeft, een kleintje, kun je die er ook even afknippen, want dan lijmt het toch iets makkelijker. Maar wees nog steeds voorzichtig, het is echt heel heet. Ik doe nou een klein beetje lijm in het midden en daar ga ik wat bloemetjes op plakken. Tada! Super schattig! En ik ga verder met de rest en dat zul je zien wat ik daar allemaal bij plak. Ik heb een soort nep lavendel, ik heb nog roosjes. Deze blaadjes heb ik van de steeltjes afgehaald en gewoon eerst van tevoren op elkaar geplakt. En dan blijf je gewoon lijmen en het is eigenlijk heel simpel om te doen. Het codewoord van vandaag is pompoentjes. Maak er een leuke reactie van. Bij dit pompoentje ga ik wat meer bloemetjes op plakken. Ze lopen dan naar de zijkant naar beneden als een soort waterval. En dat doe ik omdat dit pompoentje alleen deze oogjes heeft. Dus heeft ze wat extra bloemetjes. Deze mist toch nog één bloemetje. Ik denk dat ik er toch nog eentje bij op ga plakken. En ze zijn klaar. Ik vind ze echt super schattig. En ik heb ze op onze piano gezet, samen met nog een mooie guirlande van kunstbloemetjes. En dit lijkt toch echt heel gezellig voor de herfst. Allemaal stuk voor stuk, heel anders, heel schattig en gezellig.
Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Klik ook even op de abonneerknop en het belletje, zodat je geen enkele video hoeft te missen. Doei allemaal! Mwah!